Met mij, Hans, welkom. Ik vind het ontzettend leuk dat jij de uitnodiging voor een tweegesprek vanochtend hebt geaccepteerd. Ja. Momenteel is er een prachtige tentoonstelling van jouw werk in Museum Vlehyte in Amersfoort, met daarin werken van jezelf en je verre voorvader Matthias Withoos. Van zowel je voorvader als van jou zullen we werken zien tijdens dit gesprek. Allereerst, toen ik je vroeg, moest je erover nadenken of je hier aan mee zou doen. Nu zit je hier. Hoe komt dat zo? Oh ja, dat is een interessante vraag. Ja, ik kom zelf uit een katholieke achtergrond in Brabant. Maar ik heb op een gegeven moment gewoon heel veel moeite gehad met allerlei dogma's van allerlei geloven. En daardoor heb ik eigenlijk altijd gezegd, ja, ik wil eigenlijk me nergens aan verbinden als het met kerken te maken heeft. Want ik vind dat heel lastig, omdat er in vrijwel alle kerken een groot oordeel zit over andere mensen. En het oordeel, daar heb ik heel veel moeite mee. Dus het wordt vaak een gemeenschap en als je anders bent, dan oordelen we daarover. En dan mogen we daarover, mag over oordelen. Maar ik zou tegen je, maar ik heb wel wat gehoord over de Rimmelstand, dus ik wil er graag wat meer over lezen, hoe zij in de wereld staan. En juist omdat dit een groep is die heel open staat naar iedereen en probeert zonder oordelen te werken, vind ik het een hele interessante groep. Want het is niet zo, wat ook in ons gesprek de eerste keer naar boven, dat ik niet geloof. Hè? Ik vertelde jou, mijn vader is een wetenschapper. En zelfs hij zegt, maar wat daar buiten dat sterrenstelsel is, hoe dat ontstaan is, dat weten we niet, weet je wel. En dat vond ik altijd heel interessant, want dan ging ik hem vragen, hè? Hoe zit dat? Ik zei, misschien is het dus toch een God die het samenbrengt. En ik weet het niet, want ik ben geen kenner. Hè? Maar ik vond het wel fascinerend. En in dat stuk kan ik wel. Ik denk wel dat er meer is dan wat we nu, dan dat er niets buiten deze hemel en aarde zou zijn. Okay. Ja. Daar zeg je ook wat over in een artikel in Trouw. Daar zeg je dat je voorvader Matthias een diep gelovig en godvrezend man was. Ja. Ik ben natuurlijk heel benieuwd waar jij dan in gelooft en hoe je dat in je werk verwerkt. Kun je daar iets meer over zeggen aan de hand van een afbeelding die ik daarvoor heb uitgekozen van jouw werk? Afbeelding 1, kunnen we die in beeld krijgen? Ah, dat is het werk van mijn voorvader, van Matthias Withoos, uit de 17e eeuw. En hierin zie je dus, hij waarschuwt, heeft heel veel symbolieken in zijn werk. Zoals de salamander onderin, die verliest zijn staart, maar komt weer tot leven. Dus het is, zeg maar, dat het leven is hermaakbaar. De vlinder verwijst naar het korte leven, hè, maar wel de positiviteit van het leven. Maar daarnaast zie je, zeg maar, de distel, die verwijst naar de doornenkroon van Christus. En je ziet ook dat die bruin wordt, dus dat het leven sterfelijk is. Je ziet ook dat er een muis eet uit het kleine nestje, eet hij de eieren van de vogel. Dat is een waarschuwing voor het kwaad wat in de wereld is. Je ziet ook altijd de slinger, die plant die zich om de boom heen slingert bovenin. Dat is weer de verbondenheid van mensen. En je ziet ook dat naar boven toe, zie je altijd dat er planten zich gaan, dan komt er meer leven in. En in de achtergrond zie je eigenlijk in zijn werk altijd een avondlicht. Is ook de waarschuwing voor de avond. Dus voor het hiernamaals, zeg maar. En is dat dan ook waar jij iets van je geloof uit kan benoemen? Nou, een aantal dingen zoals de verbondenheid en de maakbaarheid van het leven. Dat vind ik heel interessant. Hè? Ik zou niet zozeer waarschuwen voor het hiernamaals. Want dat vind ik niet. Ik vind dat wij het leven moeten vieren. He, dat wij als mensen het met elkaar, inderdaad, daarom is dit zo'n interessant thema voor mij, het met elkaar moeten gaan doen. En dat we het leven zo goed mogelijk moeten pakken en beheersen, zeg maar. Dus de positieve aspecten uit dit werk, daar kan ik het best mee doen. En maar het waarschuwen voor het hiernamaals, dat zou ik niet hebben. Is het hiernamaals ook iets wat je dan in die vorm zou vrezen? Nee, ik zou het hiernamaals helemaal niet vrezen. Nee, in dat opzicht
Het enige wat ik daarvan vrees is dat je je plek op de aarde kwijtraakt. Dus dat je nooit meer terugziet wat je hier hebt gehad of wat je hier meemaakt. Ik heb zelf ooit een hartstilstand gehad waardoor ik een bijna doodervaring heb gehad. En ik zag echt een witte tunnel. En ik zag mijn moeder en ik heb haar gevraagd om terug te komen. Het is echt het verhaal wat iedereen vertelt, maar het is echt waar gebeurd. En een vriend van mij die moslim is, die heeft mij teruggehaald. En hij was altijd heel angstig voor het hiernamaals, omdat hij homoseksueel is. En ik zei tegen hem, ben maar niet bang, want dan was het bij mij wel wat zwarter geweest aan de andere kant. Ik heb geen zwarte gaantjes gezien. Dus ik ben niet bang. Het is wel definitief voor mij. En dat vond ik wel definitief afscheid van wat ik hier heb. Ja. Als we naar de tweede afbeelding gaan kijken, wat zou je daarover kunnen zeggen? Ja, dat is zeg maar, het eerste is een bosgrondje, een soort bosco van mijn voorvader, van Matthias Withaus. En dit is een interpretatie van mij, van een soort bosco, waarin veel meer het vier het leven spreekt. Zeg maar. Ik vind het leuk dat je dit werk hebt gekozen. Ik heb echt gekozen voor een grote totale explosie van kleur en leven. En heel ver weg in de achtergrond, als je goed kijkt, zie je nog een landschap in de verte, alsof dit op de rand van een vallei is. Maar wel heb ik alle dieren die Matthias Withaus gebruikt, heb ik ook terug laten komen. Zo zie je de salamander, de wezel die zijn prooi vangt, de egel die in de avond leeft. En dat soort dingen, je ziet het allemaal terug. Alleen is het hele beeld geeft veel meer het levensplezier aan, zeg maar. Dus dit zijn allemaal kleine stukken die ik uit de schilderijen van Matthias heb gehaald. En die ik helemaal zelf heb gecomponeerd tot een nieuw werk. En dit is mijn sottobosco, dus mijn bosgrondje. We zien ook heel veel vlinders. Kan je daar iets over zeggen? Ja, die vlinders zijn natuurlijk, ik vind dat een heel positief symbool. Hè. Ze hebben natuurlijk ook een drie levens. Hè. Ze beginnen als pop, of twee als pop, en dan wordt het dit, en dan wordt het de vlinder. Hè. Dus het wordt ook een totale schoonheid, maar het is maar één dag. Hè. Of een hele korte tijd dat zij er zijn. Maar ik vind het een heel mooi. Je wordt altijd gelukkig als je de vlinders in de tuin ziet, toch? Tenminste, ik. Dus ja. Het is interessant om te zien hoe je elementen van het werk van je voorvader in een aantal van je werken terug laat komen. Hè? Hoe je ze dan een nieuwe positie geeft. Ja. In een nieuw verhaal of een nieuwe kijk op het leven. Misschien ook wel op de dood. Hè? In andere werken zie je ook veel verbinding in het werk die jij maakt. Zoals deze. Wat zien we hier? Ik heb een serie Modern Warriors gemaakt. Daarbij heb ik allerlei mensen als een soort. Wij hebben zeg maar de warriors in het verleden waren altijd grote witte krijgsheren met grote pakken aan en noem maar op. En ik dacht, ja, de strijd die we nu moeten leveren is meer strijd voor waardes voor elkaar. Dus ik heb een serie warriors gemaakt en deze heet Fight for Trust. Het gaat over het vertrouwen wat dit kind in de man, CQ vrouw. Het is een man, maar het is ook een soort Madonna. Moet hebben. Het is zichtbaar niet zijn kind. Hij is Aziatisch kom af en het kind is mixed met een Afrikaanse cultuur. En je ziet toch, er is een man van deze tijd met zijn tatoeage op zijn benen, die ik zichtbaar ook wilde laten zien. Hij draagt een soort jelewa, dus een lang kleed. En hij draagt dat kind, maar het kind heeft een volledig vertrouwen in de man. En is het een man, is het een vrouw? Het is dus ook een Maria-symbool. En in de achtergrond zie je het huis waar zij wat weer ook een soort geborgenheid meegeeft. En dit is gedeeltelijk geschilderd door mijn voorvader. En het is een opname gemaakt in een bos hier in de buurt. En ik heb zo'n hele serie. Dit is Fight for Trust, dus Vecht voor Vertrouwen. Fight for Humanity. Fight for Freedom. Fight for Love. Dus ik heb een hele serie gemaakt van warriors. Uit alle, van alle kleuren en van alle soorten. Dus ook uit bijvoorbeeld een drag queen die zwanger wil worden. En die dus in feite met 7 kinderen van 7 verschillende culturen om zich heen staat. Dat gaat behoorlijk over verbinding, hè? Ik wist niet dat deze zou komen. Ik wist ook niet dat deze nu zou komen. Nee, dat wist ik niet. Dat vind ik leuk. Dat is net waar ik over had. Dit is Fight for Possibilities.
Het is een beetje, de houding is een beetje op het schilderij met de nimf die aankomt op de schelp over het water, op de wapperende haren. Het interessante was dat ik deze persoon heb benaderd toen ik hem als man had gezien, met lang, uit lang haar en toen een beetje baardhaar. En ik wist dat ik wilde zoeken naar tussen mannelijk en vrouwelijk. En hij is heel lang en extreem dun. En ik benaderde hem en toen bleek dat dit dus een hele bekende drag queen was. Wat ik niet wist, want ik keek dat programma niet. En dat de bijnaam Mama Queen is. Dus hij wil echt heel graag zwanger worden. En dat is fascinerend, want eigenlijk had ik de persoon met alleen kinderen eromheen en niet zwanger willen portretteren. Maar toen dacht ik, nou oké, dan mag je ook zwanger zijn. En dan krijg je een kind, wat ook in de schilderij van Matthias Withels is, geschilderd op je buik. En de cape is weer gemaakt naar aanleiding van allerlei werken van Matthias. En ik heb gekozen voor kinderen uit allerlei groepen, culturen, soorten, die daar omheen staan. Waarbij ik bewust heb gekozen voor de boom in de achtergrond. Dat is toch op locatie in het Kraanse Bos gefotografeerd. Die boom die weer een beetje het vrouwelijk, een vrouwelijk geslachtsorgaan zou kunnen verbeelden. Met het meisje daarin. Nou straalt dit voor mij warmte en liefde uit, hè? Ja. Maar tegelijkertijd voel ik er ook een bepaalde strijd in zitten. En over wat voor strijd gaat het hier dan? Ja, het is natuurlijk toch het feit dat het moet mogen. Hè? Dat wij mogen zijn wie wij willen zijn. En met respect voor elkaar en voor anderen. Dat is hetgene wat ik wil laten zien, weet je. En dat we met z'n allen het moeten doen. En daar moeten wij voor vechten. Dus dit is een vecht fight for possibility. Ik wil dat er mogelijkheden zijn dat we het met elkaar doen. Dat is hetgene wat ik wilde laten zien. En als we dan bijvoorbeeld naar het kind helemaal rechts onderin kijken. Het kleed wat het kind aan heeft. Het patroon daarvan, komt dat dan uit een schilderij van Matthias? Dat komt allemaal van de kinderen van Matthias Withels. Dus alle, want de kinderen van Matthias Withels, die tekenen gouaches, zeg maar. En alles wat de kinderen dragen, dat zijn patronen van tekeningen van de kinderen van Matthias Withels. En die zijn nu ook op deze tentoonstelling allemaal te zien. Dat zijn allemaal gouaches, zeg maar. Dus dat zijn bijna ja, pasteltekeningen. Nee, hoe noemen we dat? Aquarel noemen we dat tegenwoordig. Het is gouache, net een andere techniek. Maar het lijkt erop. Dus die hebben een wat zachtere en wat zachtere emotie in zich. Matthias Withels had vrij veel donkerte in zijn werk. En zijn kinderen, omdat het gouaches zijn, veel meer licht. Zeg maar. En je ziet dat ik ook bewust heb gekozen. In de boom zit een meisje dat het syndroom van Down heeft. En dan die Aziatische zijn alle kleurtjes er verder omheen. Ja, ik heb ze wel onderhoudsgevaar gefotografeerd, omdat het een... het was in april en het was wat koud. Dus het kindje wat Mama Queen draagt, dat heb ik in de studio gefotografeerd op de armen van Mama Queen. Want het vond ik nog te koud om buiten te doen. En de rest van de kinderen heb ik wel buiten gefotografeerd op deze locatie. Matthias Withels doet veel met het begrip vanitas. Bijvoorbeeld als hij prediker aanhaalt. Ijdelheid en de onontkoombare vergankelijkheid. Jij combineert een aantal werken zijn werk met het jouwe. Even kijken. Ik denk dat ik nu een fout maak. Even terugkijken. Warriors Fight for Vulnerability, die hebben we net gezien of niet? Nee, we hebben het net. Nee, hè? Afbeelding 5. Fight for Trust. Ja. Zijn wereld van toen met jouw wereld van nu. Hoe werkt dat symbolisch uit als we kijken naar afbeelding 5? Modern Warriors Fight for Vulnerability. Even, ja. Ja, het is natuurlijk het werk wat hij op de achtergrond hier ziet. Dat is zeg maar het werk Gezicht op Amersfoort. Zijn allerbekendste werken in Nederland. Wat op het moment gerestaureerd wordt. Je ziet in haar kleding een schilderij van Matthias Withels, wat heel transparant wordt en heel kwetsbaar oogt zij ook door de vlinders om haar heen en door de planten die langzaam in het bos omhoog gaan groeien. Dus hierin zie je wel weer bijna het bosgrondje zoals Matthias Withels, een vrij donker bos met kale bomen. En je ziet dat het leven langzaam weer terugkomt. En de kwetsbaarheid toont ze ook door de haar, wat natuurlijk wittig wordt, de veertjes eromheen.
En het licht wat door de jurk heen schijnt op haar gezicht. En dit meisje, dat is een Hindoestaans meisje, wat die huidverkleuring heeft. Dat zie je nu wel misschien meer van in de media. Dus zij wordt langzaam, verdwijnt haar bruine tonen. Dus in haar gezicht zie je nog stukken van haar oorspronkelijke huidskleur. En haar benen zijn dan helemaal wit geworden. Dus langzaam wordt zij wit, zeg maar. En wat ik dan mooi vind, is de vlek, zeg maar, ik kijk ook beelden, dus de vlekken uit haar gezicht die weer terugkomen in de vlekken in de kleding, zeg maar. Dus en toch zie je ook weer het leven terugkomen in de twee honden links in beeld. En dat is mijn eigen hond en de hond van een vriend van me. Die gewoon heel speels en alsof het leven gewoon doorgaat. Er is eigenlijk niets aan de hand. Dit is zelf een van mijn favoriete werken, moet ik zeggen. Ik vind het echt heel mooi, de kwetsbaarheid. En het, iemand zegt, ze lijkt wel dood. Ik zeg, nee, de arm is omhoog. Dus ze reikt eigenlijk wel weer naar het leven. Dat lijkt me een behoorlijk pittige interne strijd. Als je je huidskleur verliest, eigenlijk tegen je wil, hè, door je eigen lichaam. Want dat zegt ook heel veel over je identiteit. Ja. Zij heeft daar haar kracht van gemaakt. Dat is best mooi. Want het interessante is ook, en dit, dan ga ik iets heel raar zeggen. Zij is al in de 40. En als je haar ziet, omdat de huidskleur verliest, ziet ze er heel jong uit. Dus denk je dat ze in de 20 is, als ze met haar dochter loopt, denk je echt dat het vriendinnen zijn. En zij gebruikt het ook. Ze doet dus nu modellenwerk, wat normaal meiden van 20 doen. Dus zij draagt haar uiterlijk met trots, zeg maar. En ik vind het ook echt mooi dat ze dat doet. Het is inderdaad wat je zegt. In het begin zie je een hele verandering, want je kent jezelf gewoon niet meer terug. Dus, ja, prachtig werk. Leuk dat we dit zo kunnen bespreken. We gaan naar de laatste twee afbeeldingen. En dan kijken we eerst naar deze. En dan straks mag jij aangeven wanneer je de tweede afbeelding hiervan wilt laten zien, Hans. Ja. Want je speelt regelmatig met Bijbelse scènes in je werk. Bijvoorbeeld in dit. Weet je het laatste? Wil je daar iets over zeggen? Huh? Het laatste avondmaal, zeg maar. Maar dan de Jezus in het midden is vervangen door een bruidegom. Hè? Het is een man, maar het draagt een bruidssluier. Ik vind het heel mooi om altijd over het wereld veel meer in allerlei lagen te zetten. Dit is ook een soort familiescène. Want je ziet mijn vader van 90 die zijn hoofd hier te rusten legt. Dit werk, hierbij zie je dus niemands gezicht. Maar je hebt toch het gevoel dat je heel betrokken bent binnen het werk. En dat je in dit laatste avondmaal gezogen wordt. Het interessante is dat het servies wat ik gebruik heb, is uit 1890 van mijn grootouders geweest. Wat zij met hun huwelijk hebben gekregen. En de tafelkleden en alle kleding heb ik laten maken naar aanleiding van de tekeningen van Matthias Withaus. En ik heb met een deels familie dus gewerkt, mijn vader. Links staan de twee moeders van mijn zoontje, die elkaars handen vasthouden. Ja, links voor de kijker. Rechts onder in beeld zie je een klein jongetje op de rug met de blonde krulletjes. Dat is mijn zoontje. En rechts, helemaal rechts, met het haar ook voor haar gezicht, die dwars zit, dat is mijn nichtje, zeg maar. De dochter van mijn zus, waar ik heel veel mee heb samengewerkt. Want zij is vroeger een model geweest. Dus zij is als soort dochter, vriendin, muze geweest. Maar inmiddels natuurlijk volwassen en eigen baan. Dus, de vrouw die de soep opschept bij mijn vader. Dat is mijn directe collega. Zij staat symbool voor mijn moeder. Die is overleden op mijn leeftijd. Zeg maar. Dus je ziet ook dat dat de vogels, getekend door mijn voorouders, die eten allemaal mee aan de maaltijd. Zeg maar, je ziet, ik denk iets van 15 vogels en vlinders rondom deze setting heen. En ik vond het fascinerend dat je hier de gezichten niet ziet, maar dat je toch deelgenoot bent. En ik heb het laten aanvallen door dansers van introdans, waar ik heel veel mee werk. En dit is echt vier het leven, hè? Dus het is... Ja. En er is nog een tweede foto van, hè? Ja, en dat is deze. En hier zie je iedereen's gezicht. En dit is het leven wat één groot feest is, zeg maar.
Dus het vorige is het allemaal verborgen, symboliek. En hier is het helemaal open en rijk. En je ziet in feite ook de man als symbool voor de lente met zijn druiven die er bovenuit springt. En het is echt een heel positief beeld. Dus het heeft het geslotene van het andere gooit het hier helemaal open. Zelfs de hond kijkt via je aan en bij de vorige zag je de hond ook niet. Dat vond ik ook wel erg mooi, deze kopje naar beneden. Ja. En hier zie je links is mijn zoontje op de voorgrond die je tegemoet treedt. Ja. Nou, prachtig hoe je je werk aan ons wilde presenteren. Dank je wel voor het openhartige gesprek en hoe je dat, hoe je je eigen verhaal in je werken verwerkt, maar ook het verhaal van je voorvaderen en wat je gelooft, hoe je het leven ziet, hoe je in het leven staat. Goed om te vermelden, denk ik, is dat Hans op maandag 16 mei in de middag een rondleiding door zijn tentoonstelling Museum Vlehiete in Amersfoort doet. Speciaal voor ons. Daar kunt u zich voor opgeven via het landelijk bureau. Ja, Hans, dankjewel. Je bent allemaal welkom. Superleuk.